Maar mannen willen dat dus wel echt ook in een relatie: echt die diepere connectie, dat ze gewoon alles op tafel kunnen gooien. De meeste mannen vinden dat heel prettig. En er ja. zijn natuurlijk, er zijn mannen ook uh, die dat heel lastig kunnen vinden. Dus er is ook een mate waarin ze überhaupt in staat zijn om dat te doen. Maar vaak zie je wel dat ze er ook in kunnen groeien en dat ze erachter komen: van... oh, het is eigenlijk best wel fijn om op deze manier te communiceren. Maar. Het gaat er dan vooral om, ook als je merkt, bijvoorbeeld een man hebt die dat wat lastiger vindt, dat je een ruimte creëert waar je hem ook toenadering laat zoeken naar jou toe, dat je er niet een druk op gaat zetten van ja maar zeg maar eens echt wat je denkt, weet je, ja. maar van hé, hey, misschien schrijf je een brief aan hem bijvoorbeeld, mm -hmm. en dan kan hij daar eventjes de tijd voor nemen om dat te laten bezinken en schrijft hij een brief terug als dat voor hem prettiger is. Dus daar creatief mee omgaan, maar in ieder geval de ruimte bieden van hé, hey, je kunt altijd naar me toe komen met dingen. Dat kan al een, een er voor een toenaderende beweging van zijn kan zorgen, ja. ja.